Prima, man. 0-0 tegen Gent. Een verdiend punt. Ja, het resultaat, daar zijn we heel tevreden over. Het niveau van de wedstrijd vandaag was absoluut slecht. Van Gent vond ik het eigenlijk ook een beetje teleurstellend. Dus daar mogen we helemaal niet tevreden mee zijn en daar gaat zeker over gesproken worden. Jullie brengen wel een collectieve prestatie als blok. Enkel die laatste pas, die gaat heel vaak mis. Ja, dat is waar. De organisatie staat er wel, maar we komen veel te weinig aan voetballen toe. En we geraken niet onder een druk onderuit, want de bal is even snel terug bij een tegenstander dan dat we hem recupereren. En dat moet gewoon beter. Ja, dat viel vandaag eigenlijk op. We hebben uiteindelijk maar twee heel kleine kansjes gehad, waar dat zij er drie redelijke tegenover zetten. Maar uiteindelijk, als je de twee teams met elkaar vergelijkt, er is wel veel gelijkenis in ook. Ja, we zijn allebei wel een jonge ploeg waar dat er nog een paar mankementjes aan zitten. Dat zie je, bij Gent is het vaak ook nog zoeken. En het is gewoon een kwestie voor ons, voor Genk, voor de ploeg, voor gewoon de rest van het seizoen daarop te werken en op training goed scherp te trainen, daar aandacht aan te besteden. En dat moet gewoon beter als we beter willen spelen tegen de top 3 van het klassement. Zolang we nog even over KRC Genk hebben, volgende thuiswedstrijd is er eentje tegen Anderlecht. Misschien de eerste topper is om te winnen. Ja, we hadden dat vandaag ook voor ogen, maar inderdaad, het wordt wel eens tijd dat we echt laten zien dat we er dichterbij aan het komen zijn. En dan is een overwinning de enige duidelijke boodschap naar die ploegen toe. Ja. Ja. Voor jouzelf komt een heel belangrijke week. Jullie gaan naar de Cyprus Cup. Dat is zowat, dat zeg ik, het laatste voorbereidingstoernooi na dan EK toe. Er zijn nog wel wat vriendschappelijke wedstrijden. Hoe kijk je daar naar uit? Ja, met een heel goed gevoel. We zijn heel blij dat we eens een langere periode samen kunnen zijn. En dat we echt in goede omstandigheden kunnen trainen. Leuke tegenstanders. Dus we zijn heel gemotiveerd om het beste van te maken. Vier wedstrijden en eerst al gespeeld tegen Zwitserland, Zuid-Korea en Italië, dacht ik. Ja. Vooral Zwitserland is een team wat heel veel progressie gemaakt heeft de laatste jaren. Dat is wel iets om naar uit te kijken. Ja, tuurlijk. Het zijn allemaal tegenstanders waar sowieso uitdaging aan is. Hè. Er is geen enkel ploeg waar we kunnen overwalsen. Dus, en dat is heel positief. Je moet ook kijken, op het EK komen ook wel wat kaniers tegen, dus een heel goede voorbereiding. Ja. Na de Cyprus Cup komen er nog een aantal wedstrijden. Hoe loopt de voorbereiding van het nationaal team verder? In april nog twee oefenwedstrijden, Spanje en Schotland. Ja. En dan in mei is het nog de competitie afwerken hier op bij de club. En dan begin juni. Japan, geloof ik, hebben jullie juist, ja, en dan begin juni begint echt de lange periode dat we samen zijn richting Nederland. Dan, ja. Ja. Jullie beginnen op de openingsdag, direct al tegen Denemarken. Dat is misschien wel al direct de sleutelwedstrijd in de groep. Voor jullie dan? Mogelijk wel, maar je kan zeggen als je tegen Nederland de eerste wedstrijd speelt, dat is ook moeilijk. Dus daar moeten we niet te veel mee bezig zijn. We moeten gewoon wedstrijd per wedstrijd daar gaan aanpakken en gewoon stap voor stap denken. Niet te veel vooruit kijken. Laatste vraagje dan. Er is nu eindelijk eens bij de mannelijke gouden schoen iets gebeurd. Er was de Sparkle ook al. Het vrouwenvoetbal begint eindelijk een beetje de aandacht te krijgen die het verdient. Ja, toch wel. Ik denk gewoon sportief met de Flames hebben we een goed jaar gehad. En dat heeft gewoon sowieso zijn effect gehad. En dat verdienen we ook, dat we dan die belangstelling krijgen. Dus dat is alleen maar goed. Ja. Oké, dan wens ik jou een heel leuke week. En we zien ons daarna weer bij KRC Genk. Ja, dankjewel.